Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik, hoe noem je dat? De hand maken. Hoe noem je dat? Nou ja, zo. Ik heb in de vorige video, heb ik dit helemaal gehaakt, het armpje. Nou, die komt hier dan zo aan. Het ziet er misschien nou gek uit, maar goed, dadelijk zie je misschien wel wat beter. Als eerste ga ik dit stukje even afknippen, want daar irriteer ik me al de hele tijd aan. Zo, dan is die ook weggewerkt. En nu ga ik hem ongeveer een beetje vol stoppen met vulling. En dat ga ik met een schaar doen. Ik ga kleine plukjes doen iedere keer. Ik trek deze een beetje wijder. Zo. En daarmee ga ik het een beetje naar beneden stoppen. Soms wil het wel meewerken en soms niet. Dat moet je zomaar even kijken hoe je dat gaat doen. Want bij iedereen is het verschillend natuurlijk. Nou, ik heb het nu aan deze kant geduwd. Dus die stokjes die zijn naar achteren gaan leunen. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Dus nu doe ik het precies de tegenovergestelde kant. Zo. Nou, ik denk dat het wel goed is. En vervolgens ga ik dat zo weer een stukje naar binnen duwen. Oké. En nu voor de andere kant weer hetzelfde. Het kan wat lastig zijn, want ik heb er zelfs wel een beetje moeite mee, maar op zich moet het wel lukken. En als je een beetje draait en doet en trekt, dan krijgt het uiteindelijk, dan valt het wel de juiste plek zoals je ziet. Zo dus. Nou, nu ziet het er ongeveer. Ja, hier zit nog een hele bobbel. Even draaien. Nou, volgens mij is hij nou wel grotendeels. Ja, nou zie ik de wol hier ook bovenuit komen. Dus dat is goed. Nou, mooi. We gaan nu de hand maken. Dus ik ga hem hier knippen. En dan kan ik dit stuk dadelijk nog gebruiken voor de andere arm. Het is eigenlijk precies de helft. En daar ben ik wel blij mee. Hoppakee. Zo. Want ik wil alleen dat het armpje, dat je die een beetje kan buigen. En het handje hoeft niet, want ja, het is een pop. Dus op zich maakt dat niet zo heel veel uit. Oké. We gaan even kijken. Ik ga nu de ronde. Dan ga ik het even proberen uit te leggen. Hier heb je de cijfers en die hou ik aan. Dus elke verhoging is de derde ronde, zeggen ze. Dus driemaal moet je verhogen. Dus daar ga ik gewoon driemaal verhogen. En dan kom ik in plaats van op de 10, kom ik op de 13 uit. En meer doe ik ook niet mee. Dus ja, that's it. Ik ga eventjes hier mijn speld eruit halen en daarin zetten. En ik ga nu drie keer verhogen. Dus ik denk dat het daar, daar en daar wordt. Precies in het midden van deze drie. En dat moet niet heel moeilijk zijn. Dus hier ga ik verhogen nou. Want dat is de pols. En de pols is natuurlijk ietsje groter. Nou, ik heb nu één keer verhoogd. Even kijken. Nou, de derde keer komt er bijna aan. Ik denk dat ik die hierna ga plaatsen. Een beetje op de gok doe ik het. Niet exact. Als je maar op 13 uitkomt. Dat vind ik het belangrijkste. En ik ga nog twee vaste haken. En daarna weer eentje verhogen. Dus nu ga ik verhogen. Hopsakee. Oké, nu hebben we dus ongeveer dit gedeelte, denk ik. Even kijken, er staat nu één vaste, ketting 2, haak terug. Eén vaste in de volgende lijn als de eerste vaste. Vaste rond de. Even kijken. En de vaste rond. Nou, ik heb echt geen idee wat ze er allemaal mee bedoelen. Want het is natuurlijk vanuit een andere taal. Dus dan hebben ze het waarschijnlijk. Dan heeft Google Maps hem niet goed vertaald. Wat ik nu begrijp is een ketting is vaak een
een dubbele stok. Nou, wat ga ik gewoon doen? Ik weet niet wat ik ga doen. Oké, dus ik ga ervan uit dat we nu duimpje gaan maken. Heb ik me net even snel zitten te bedenken. En ik weet gewoon dat hier ongeveer het begin en het einde is. Dus ik haal hem een keer er even weg. En ik ga hier eerst een vaste maken zoals de afbeelding zegt. Afbeelding, zoals de tekst zegt. En daarna ga ik een ketting van 2 haken. Ik denk dat dat dan zo een ketting moet zijn van 2 lossen. Dan moet ik terughaken met een vaste. Even kijken. Nou moet ik terughaken, dus ik denk dat ik dan in dezelfde, dan krijg je zo'n bolletje. Dus ik heb nu 1 vaste hier ingedaan. Ik heb 2 lossen gehaakt en hier weer een vaste. 1 vaste in dezelfde lijn als de eerste vaste. Oh, kijk, daar gaan we wel wat mis. Ik ga dus nu in de eerste vaste, ik heb hem teruggehaald, ga ik een vaste haken. En dan weer een vaste. Dus zo ongeveer. In dezelfde lijn als de eerste vaste. Oké. En dan nu zet ik hem terug met een vaste, als ik het dan nu goed begrijp. Ik zou het niet weten, jongens. En dan gewoon een vaste met rondes. Zegt hij nou? Ik zou het niet weten, mensen. Dus ik probeer maar wat. Maar volgens mij, voor mijn idee, ga ik het gewoon iets proberen. Kijk, het wordt geen echte hand. Dus ik ga er gewoon proberen wat erop lijkt. Ja, voor degene die het niet leuk vinden, of denken van ja, hallo, de hand moet wel echt zijn. Ja, sorry, ik kan niet verder dan dit iets bedenken, want het is gewoon geen goed Nederlands. En ze zeggen niet precies wat je moet doen. Dus ik doe echt mijn best. Oké, ik ben nou 1 keer rond geweest. En ik denk dat ik nu het duimpje ga maken ongeveer. Vraag me niet hoe of wat ik dat ga doen. Want er staat hier na deze ronde 25, 26, laat je duim onderwerkt. Spring over deze plek. En dan moet ik een seconde of een vaste rond voor de 2 roundless, denk ik dan. Ik heb een idee, denk ik. Ik weet niet hoe ik dat precies ga uitleggen. Maar hier hebben we nu al een stuk van de duim. En dit wordt een heel priegelwerkje. Ik ga terughaken tot en met deze. Zo. En ik ga vanuit hier, dus deze ronde, ga ik vastmaken waar ik de vingers wil hebben. Dus strak langs elkaar. Dus ik denk dat ik hier de eerste duim wil hebben. Ik weet niet hoe ik dit ga doen, mensen. Dit is echt zo'n priegelwerkje. Oh, wat ben ik een begoenie. Oké, ik denk hier. En dan ga ik dadelijk dit gedeelte ga ik rondhaken. Ik weet nog niet hoe, maar we zien het wel. Maar nu lijkt het net alsof ze 3 vingers heeft. Dus dat vind ik een beetje. Even denken, nou weet ik het ook niet meer zo goed. Ik moet een ketting maken, maar hoe moet ik een ketting maken dan? Dat vraag ik me alleen af. Het zouden ook 2 stokjes kunnen zijn. In dezelfde richting. Oké, dat ga ik dan maar doen, denk ik. Ik ga in dezelfde vaste nu een stokje haken. Nou, dat heb ik nu gedaan. Nu ga ik een halve vaste, of een half stokje. En nu ga ik weer, dus dat is ongeveer, dit is dan de duim. Nu ga ik dan vastes haken. En ik
denk dat ik dan nu gewoon maar rond ga haken. Het idee wat ik had gaat dus niet, want dat is echt te veel gepiegel. Dus ik denk dat ik gewoon maar even letterlijk... dus dit gedeelte moet ik nu overslaan, zegt hij. Dus ik moet over de duim. Laat je duim ontbewerkt. Nou, dat doe ik dan nu. Ik spring over de duim, letterlijk. Ik zoek dus... Ik ben nu voor de twee stokjes. En waar ik de halve stokje heb gehaakt, daar zet ik nu een halve vaste. Denk ik. Even kijken hoor. Dit is zo lastig. Oké, ik heb hem nu vastgemaakt met een halve vaste, denk ik. Nou, hij zegt dat ik in ieder geval nu twee rondes moet haken. Dus daar gaan we. Ik ga twee vaste haken. Of twee vaste, twee rondes. Er staat hier dat ik twee rondes en ik moet de duim onbewerkt laten. Nou, dat doe ik dan nu. En volgens mij werk je nu per vingers, heb ik het idee. Kijk, want hier hebben we nu de duim ontstaan. Dus ik denk dat het goed is dat ik het goed heb gedaan om nou twee stokjes te haken. Oké. Waar ben ik aan begonnen, mensen? En ik denk... Dus dat ik nu letterlijk, want hij zegt dat ik onbewerkt spring over deze plek. Nou, dat doe ik dan. En nu de tweede ronde. Daar ga ik dan nu haken, zeg maar. Dus ik heb nu twee rondes in totaal gehaakt, heb ik het idee. De duim is echt heel raar, mensen. Ik heb er niks anders van kunnen maken. Maar op zich, hij ziet er niet heel slecht uit, vind ik. Het lijkt op een duimpje. Maar dit priegelwerk, mensen, daar ben ik niet goed in. Ik kan echt super veel haken. Maar onder de drie, no. Dat gaat me te ver. Nu staat er dat ik dan één vaste moet afnemen. Ongeveer. Plat de hand en haakje loops samen. What? Ik snap het even niet hoor. En dan staat er aan de achterkant hecht af en weven in uiteindes. Alternatief, gebruik een duim te maken. Gewoon werken en simpel handwerk. Nou, ronde 23. Stuf je hand maar een klein beetje, zodat je kan afvlakken zonder problemen. Pff, nou mensen, geloof me. Ik snap er niks van. Maar goed, ik ga maar wat proberen, denk ik. Ik ga niet zeggen dat het goed is. Ik ga nu twee halve vaste of halve stokjes haken. Nu ga ik hem, denk ik, een halve vaste. Nu weer een half stokje in dezelfde. Een halve vaste. En weer twee halve stokjes. Nou heeft ze drie vingers. Nou, ik kan hem niet zo maken als de mensenhand. Dat gaat hem niet worden. Maar ik denk dat ik met drie vingers toch wel een beetje redelijk kom. Mocht je hier een oplossing voor hebben, zeg dat alsjeblieft in de comments. Want ik weet het niet meer. Nu ga ik hetzelfde doen, denk ik. Zo. En dan ga ik weer in dezelfde. Ik weet echt niet wat ik aan het doen ben. En dan nu weer met een halve vaste. Of een half stokje haken. Dan een halve vaste in de volgende om alles vast te maken. Ja. En dan. Zo. Nou, ik denk dat ik het nu al heb. Het ziet er op zich wel redelijk uit, vind ik zelf. Wat ik nu ga doen dus, is niet zo heel veel.
Ik ga nu wol erin duwen. En ja. Beter dan dit gaat het niet worden, ben ik bang. Dus ik ga maar een beetje die induwen, denk ik. Het is echt de slechtste hand ooit, maar ik kan niet zo klein maken. Zo. Nou, ik draai hem een beetje rond, zodat hij een beetje een ploefie ding is. Zo. En nu ga ik maar de vingers aan elkaar maken, denk ik. Dus dit is één vinger. Want hij gaat zo uiteindelijk. En dan zet ik hem hier en hier vast. Met een halve vaste. Het ziet er niet uit. Maar ik weet niet hoe ik het anders moet doen. En ik ga in de volgende. Ga ik met een halve vaste. Geloof me mensen, dit is echt super moeilijk. Dit is niet mijn lol, zeg maar. En ik ga hem eraf hechten, denk ik. Want beter dan dit krijg ik het niet. En het lijkt tenminste een beetje op een handje. De achterkant niet, de voorkant wel. Dus laten we het daar maar even op houden. Zo. Nou, ik trek hem een beetje aan. En ik doe dat dingetje naar beneden. En we hebben ongeveer een hand. Ja, sorry, het spijt me. Dit ziet er niet uit, maar beter dan dit krijg ik niet. Want de hele omschrijving klopt gewoon niet. Dus ik moet het hier maar mee doen. De mensen die haken waarschijnlijk helemaal rond, maar dat kan ik niet. Dat gaat me niet lukken, denk ik. Dus ja, ik hoop dat jullie er alsnog een beetje tevreden mee zijn. En voor mij lijkt het op zich wel een klein handje. Dus een beetje fantasierijk. Maar dan meen je wel. Hij komt uiteindelijk zo aan de pop te zitten. En dan zie je wel dat er ongeveer een handje zit. Dus ik ga hem een beetje. Kijk, nu kan ik hem buigen. En dan ga ik hem zo erop zetten. En dan zie je uiteindelijk dat het wel een soort handje is. Dus dat vind ik wel best. Ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen helpen hiermee. Het was een erg lastig klusje, kan ik je vertellen. Het was niet makkelijk. Maar op zich, het was wel leuk. Dus ik moet er nou nog eentje gaan maken. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Doeg!